Rotary clubs uit de hele wereld, waaronder de Rotary Club Schiedam, zetten zich in om het plastic probleem op te lossen en te voorkomen. In 2018 werd het initiatief End Plastic Soep gestart door een aantal Amsterdamse Rotary clubs. De ambitie is om in 2050 geen plastic soep meer te hebben in de zeeën en oceanen en geen plastic afval meer in de meren, rivieren, parken, bossen en op de straten. Op zaterdag 5 juni is er de Rotary End Plastic Soep Action Day. Dat is een dag waarop de Rotary clubs de handen ineens slaan om weer dichter bij het beoogde doel te komen. Ja, en aan tafel aangeschoven is Renk Ruiter. Je bent voorzitter van de Rotary Club Schiedamse Vesten. De Vesten. De Vesten, laat ik het dan even heel goed zeggen. Voor de mensen die niet weten wat een Rotary Club is, wat doet een Rotary Club? De Rotary doet eigenlijk heel veel. En de Rotary Club die zorgt er eigenlijk voor dat ze een bijdrage leveren aan het verbeteren van de maatschappij. En dat doen we zowel internationaal door fundraisingsprogramma's voor hele grote projecten zoals polio de wereld uit helpen. Daar zijn we al ruim 30 jaar mee bezig. En er zijn nog maar 2 landen waar polio is en we verwachten dat dat over 3 jaar eruit is. Maar ook grootschalige projecten als schoon water door de, beschikbaar over de hele wereld. Maar ook hele kleine projecten. Zoals hier in Schiedam, wat wij doen. Wij zijn bezig nu met End Plastic Soep binnen Schiedam. Of eigenlijk regio Waterweg. Want ze hebben een samenwerking daarin gevonden. Maar wij doen ook voor de ouderen die alleen eenzaam waren in de coronatijd. Even een bloemetje bezorgen. Een inzamelingsactie voor Blik op 21 hebben we dat genoemd. Om allemaal houdbaar voedsel in te zamelen. Zodat we mensen die het heel erg moeilijk hadden, gewoon een boodschappentas vol met voedsel mee konden geven. Ja. Wij stellen ons dienstbaar op, zonder dat we er iets terug voor verwachten. Amerikaans is daar een mooie term voor, van service above self. Stel jezelf dienstbaar. En ja, we hebben in Rotary nu inmiddels in Nederland meer dan 500 clubs met 9000 leden. Ja, en in Schiedam ook meerdere? 2 stuks, ja. We hebben Zijn jullie concurrenten van elkaar? Nee, nee. Wij proberen zoveel mogelijk alles of heel veel samen te doen. De Rotary Club Schiedam, dat noemen wij dan in de volksmond de middagclub. Die komen altijd op een tussenmiddag, 's middags bijeen. Wij zijn de avondclub, wij komen op maandagavond bijeen. Maar we hebben heel veel contact met elkaar en afstemming. Ja. Is het een mannenclub? Nee, nee. Nee? Dat was het vroeger wel. Ja, ik wou het zeggen. Old Boys Network, toch? Ja, en ze zijn er nog steeds. Ja. Niet zo ver hier vandaan. Zelfs in Zuid-Holland zijn er nog clubs waar vrouwen niet toegelaten worden. Maar als ik praat over onze eigen club Schiedam de Vesten, dan doen we het heel erg goed. Want wij hebben echt meer dan 30% zijn vrouwen. En ook de stropdas hebben wij afgeschaft. Je ziet het bij mij wat dat betreft. Maar ik zie wel iets anders, want dan gaan de kijkers ook vragen. Wat heeft die man nou om? Is dat een soort burgemeester? Dit is je ambtsketen? Het is de ambtsketen van de Rotary. En al die gouden plaatjes met blauwe letters, dat zijn de voorgaande voorzitters van Rotary Club Schiedam de Vesten. Ja, maar je bent het niet zo lang. Hè? Je bent eerst zit je in het bestuur, dan ben je inkomend voorzitter en al dat. Dus dat is een beetje de procedure die dat je Dat is de procedure. Ik ben 1 jaar voorzitter van en in het derde jaar als aftredend voorzitter, dan vervang je de voorzitter bij je afwezigheid. En, ja. En deze ambtsketen mag ik dus een jaar dragen. Ja. Jullie gaan op 5 juni zo'n actie doen om de plastic soep of de plastic troep eruit te halen. Dat plastic komt er natuurlijk in omdat wij als mensen dat erin sodemieteren. Precies. We gaan het opruimen, maar hoe groot is het probleem in Schiedam van de plastic soep? Nou, het probleem is heel groot en niet alleen in Schiedam. Maar kijk, er verdwijnt ongeveer ieder jaar 12,5 ton aan plastic afval in de zee. Ja, en, 200 miljoen kilo drijft er. Ja, dat in totaal. Ja. Maar er komt ieder jaar 12,5 en dat loopt ook nog steeds op. En er is maar 1 veroorzaker dat in de zee komt. En dat zijn wij als mens. Ja, precies. En niemand anders. Nee, ik bedoel, het ontstaat niet natuurlijk. Dus de verplichting 50 biljoen deeltjes drijven erin. Ja. En die komen natuurlijk ook in dingen die we eten. Bijvoorbeeld gisteren een visje gegeten. Dat klopt. Nou, zie je toch ook weer dat plastic naar binnen te halen. Ja. Ja.
Hoe ziet die actie eruit op 5 juni? Nou, wat wij gaan doen, we gaan samenwerken met uiteraard onze middagclub van Schiedam, Rode Club Schiedam. Maar ook met de Rode Club uit Vlaardingen en uit Rode Club Maasluis. En die noemt zich graag ook nog met Maasland en Hoek van Holland erbij, want dat is hun werkgebied ook. En we gaan ieder op hun eigen terrein gaan we plastic ruimen. Waar gaan jullie aan de slag? Wij gaan zelf hier in het centrum aan de slag. We hebben het al een paar keer eerder gedaan, want wij wachten niet alleen op deze dag. Want dit is dan wel door Rotary Internationaal als en Plastic Soepdag bestempeld. Maar als je dat laat zitten tot één dag in het jaar, dan gaan we niet veel bereiken. Dus wij hebben dat een paar keer gedaan. Maar het mooie van onze, wij zetten 3 tot 5 subborden in. Die, even voor de mensen die dat weten, wat is een subboard? Ja, ik noem het maar even een hele grote plank. Surfplank? Ja, surfplank, een hele grote. En waar je op kan staan en lekker kan suppelen, gaan suppen. Dat is nog hele kunst trouwens, een kunst hè, omdat we dat goed kunnen. Ja, maar we hebben een aantal Rotariërs die daar heel bedreven in zijn. En dit is al een paar keer gegaan. En we gaan met 3 tot 5 subboards ook hier de ski, lange haven, korte haven op om die schoon te maken. En je schrikt aan wat voor afval daar in 1-2 uurtjes tijd al weggehaald wordt. Ja, en want eigenlijk bedoel, jullie doen het nu toevallig op één dag. Maar hoe zou je dit nou ervoor kunnen zorgen dat gewoon standaard gedaan wordt? Kun je maatregelen verzinnen dat mensen dat doen? Ik bedoel, ik was van de week bij een voetbalclub en dan zie ik overal op straat, zie ik plastic flesjes liggen. Dan ben ik zo iemand die dat opruimt en in een bak gooit. Maar hoe zou je nou die gedragsverandering kunnen beïnvloeden? Nou, heel fijn dat je dat op die manier doet, want dat is ook de awareness die moet overgebracht worden. En ook bij kinderen. En waar we als Rotary Nederland en Rotary International ook hebben ingezet van wij moeten heel veel clubs hebben die hieraan gaan meedoen. En we hopen dat nu op 5 juni al 1200 clubs gaan meedoen. Awareness door educatie op school, door Rotariërs, via Rotariërs, om toch het onderwerp te behandelen op school. Maar daarnaast is er ook, we proberen op een andere manier, op een leuke manier eigenlijk ook onder aandacht te brengen. Er is een Rotary Club uit Winschoten, die heeft een mooie puzzel gemaakt, een legpuzzel met 1000 stukjes. En die gaat volledig over de End Plastic Soep. En de opbrengsten van die verkoop van die puzzels, ze kosten €20 per stuk, gaat volledig naar Ambi-stichting endplasticsoep.nl. En dat wordt ingezet om allemaal projecten en trajecten voor de N-Plastic Soep. Als mensen nu naar dit programma kijken en denken, nou, ik heb 5 juni toch niks te doen, kunnen ze zich dan bijvoorbeeld bij jullie melden om mee te doen? Of is het alleen maar exclusief voor de Rotariërs? Nee, wij willen het juist breder maken. En wij komen deze week binnen de plaatselijke kranten met een persbericht van hoe dat het beste kan. Hou ook onze website, Rotary.nl, nou, Schiedam de Vest in de gaten. Ligt even een tipje van de sluier op. Wat is het appel aan de Schiedammers wat je gaat doen? Nou, appel, als je tijd en zin hebt en je betrokken voelt om hier aan deel te nemen, meld je bij ons. Wij zorgen dat je een ijzeren ring met plastic zak, een grijper krijgt, een hesje aankrijgt. Irado werkt met ons mee ook deze dag. En sluit je bij ons aan. En wij gaan als Rotariërs digitaal centraal openen. Ik zal daar de opening voor de 4 clubs doen. En vervolgens gaat iedere club op zijn eigen manier aan de gang, op zijn eigen terrein. We zorgen wel dat er een korte reportage wordt gemaakt, zodat we ook weer via de pers kunnen terugkoppelen wat we als 4 clubs hebben gedaan. En de hoeveelheid afval dat we per plaats en ook dus in Schiedam hebben opgehaald. Hoeveel denken jullie op te halen? Ik durf er geen uitspraak over te doen. Gokjes? Nou, als er, wij spreken 30 man meedoen vanuit onze club en die halen allemaal 2 vuilniszakken vol op. Dan praat ik over 60 zakken. Nou, dat is enorm veel afval al. Ja, precies. Mevrouw de Breedte, zou misschien wel een leuk idee zijn voor de school ook om wel mee te doen op 5 juni. Ja, ik zal het eens kijken of ik dat bij de directrice kan neerleggen. Ja, die kijkt natuurlijk ook naar dit programma. Want hoeveel mensen kunnen jullie handelen, om het zo maar even te zeggen? Maakt niet uit. Ja, ik zeg in principe maakt niet uit, maar dat zal het wel betekenen dat mensen elkaar moeten gaan aflossen. Ja. Want we hebben een beperkt aantal grijpers die Irado beschikbaar heeft voor ons om te kunnen gebruiken. Ja. En nog even de locaties, want jullie willen vooral in het water willen jullie gaan.
centrum. Ja. Rotary Club Schiedam de Vesta zal met name hier in het centrum gaan opereren. Want ja, dat we ook onze collega's in het water als nodig is kunnen ondersteunen. In ieder geval. En de middagclub... We hebben nog niet de locatie definitief vastgesteld. We zijn daar nog over in beraad. Hoe zou je nou kunnen zorgen dat dit een soort vast onderdeel wordt? Ik ben een keer op vakantie geweest en toen gingen we een tochtje met een boot maken. Ja. En een van de onderdelen die je daar moest doen was op een eiland aan het water aan de rand het plastic opruimen. Geweldig. Ja, en dat hielp. En ik schrok inderdaad wat we daar... Gewoon in het buitenland daar ook ophalen. Maar je zou eigenlijk iets moeten doen van een soort opruimactie iedere keer natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, en dat is, zijn we met Rotary Nederland en Rotary International ook mee bezig. Want het beste is als je alles toch enigszins centraal en gestructureerd opzet. Maar dat neemt niet weg. Dat zijn we mee bezig. Daarom hebben we ook deze internationale dag. Dat die verantwoordelijkheid bij iedereen ligt. En niet alleen bij de Rotary. En zorg ervoor dat je zelf ook burgerinitiatieven organiseert. Er zijn er al meerdere geweest dit jaar om de plastic op te ruimen. En het belang is zo en het doelstelling dat we in 2050 gewoon plastic vrij zijn. En plastic vrij niet alleen dat de zee schoon is. Maar dat er ook geen plastic meer wordt geproduceerd en gebruikt. Nou, mensen die zeggen ik wil meedoen. Hoe kunnen ze zich bij jullie melden? Ze kunnen bij onze website rotary.nl/Schiedam de Vesta kunnen ze gewoon even een mailtje sturen en dan zorgen wij dat de contact opgenomen wordt. Nou, de Bernardus School doet ook mee, dus dat wordt een hele druk dag. Veel succes en ik hoop dat jullie een hoop rotsje ophalen. Dat hopen wij zelf ook.